is het feest dan? Hier, hier, come on. Waar is het feest dan? Hier, hier, come on. Waar is het feest dan? Hier, hier, come on. Waar is het feest dan? Hier, hier. Schoolkorfbal brandt weer los en we zijn nu weer bij Porsche Panaat TV. Chrisjan Schafter namen cameraman en ikzelf Frits Panaai. We gaan een kijkje nemen hoe het vanavond er naartoe gaat. Hier bij Unitas Perspectief. Het brandt weer los, schoolkorfbal 2018. Ja. Wat een scholen weer, hè? Ongelooflijk. Het blijft maar doorgaan en het gaat weer goed. We hebben er mooi weer bij. We zien mooie gezichtjes, dus helemaal top. Hoeveel scholen doen er mee dit jaar? Ik weet niet precies het aantal scholen in mijn hoofd, maar er doen 233 teams mee dit jaar. Dus een aantal scholen doen een aantal gewoon niet mee, maar de meeste doen gewoon mee. Dus dat is vaste prik. En mooi, hè? Bij korfbal, Joch Harderwijk is altijd aanwezig. Jongeren op gezond gewicht. En hun promoten. Nou, wat heb je vandaag en vanavond allemaal in de aanbieding voor de jeugd? We hebben wortels, tomaten, appels en komkommers. Gaat het met jullie? Goed! Wat hebben jullie al aan een wedstrijdje gespeeld? Ja. Nou, vertel het maar. Hoe was de uitslag? Gelijkspel. Nou, dat is altijd goed, hè? Ja. Als je niet verliest en niet wint, dan is iedereen tevreden, toch? Ja. Ah, daar is hij weer! Daar staat hij weer, hè? Ja, ja. We zijn de van coach. Waar ben je nu coach van? Van de acht, groep 8, zeg maar, van de wegwijzer. En groep 5, 6, die spelen nu op aan het veld. Dus je moet er even verstek laten gaan. Maar je bent er weer. We zijn er weer. We hebben er weer zin in. We gaan goed ook. We hebben al twee wedstrijden gewonnen. En hier staan we nu voor. Dus even afwachten wat er gebeurt. Maar het ziet er goed uit. Doet mee voor de gezelligheid, voor de verbroedering van het korfbal. Dat is toch fantastisch? Ja. En waar zijn die mannen gebleven? Die zijn natuurlijk huilend naar huis. Denk ik wel. Ja, kijk, dan kennen jullie hem lachen. Hey, ik hoorde dat jullie nog een potje moeten, hè? Ja. Jullie zijn de wissels? Ja. Het gaat bij jullie, de spanning zit er bij jullie niet op? Niet echt. Nee. Het gaat echt om de gezelligheid, hè? Ja. En hoe staat het met de wedstrijden? We hebben de eerste verloren, maar ja. We gaan de rest wel winnen. Ja, sowieso. En hoe staan de zaken met de wedstrijden? Goed, maar 4-0 verloren maakt niet uit. 5-0. Maar jij zegt het gaat goed? Het gaat wel goed. Ja. Als je een feestje maakt van de korfbal en als je zo met verlies omgaat, dan doe je het alleen maar goed. En hoe gaat het met jullie? Heel goed, want we hebben twee keer gewonnen. We moeten nog de laatste wedstrijd doen. Hoe gaat het met jullie? Goed. De eerste wedstrijd gelijk gespeeld en de tweede gewonnen. Het is feest, 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 zoals er nooit in is geweest. Ja, het is feest, feest, feest. En mijn feest is als een feest, want het is feest, feest, feest. Ja, leuk om jou hier tegen te komen bij de korfbal. Ja. Doe je ook mee of zit je gewoon vanavond te genieten? Ik kijk naar mijn broer en mijn vader. Oh, geweldig. En hoe doet je broer het? Goed. Ja? Heeft hij al wat gewonnen? Twee punten. Twee wedstrijden gewonnen. Ja. En ga jij straks, als je wat groter bent, ook weer ook meedoen met schoolkorfbal? Ik denk het wel. Nou, geweldig. Hey, geniet ervan. Dan komt het wel goed, hè? Steek je duim even op tegen die cameraman. Thomas Jongba.
Kijk, ik zocht er al een paar uur de korfbal mama van Harderwijk. Onder jouw handen is heel Harderwijk gekorfballen. Ja. Iedereen kent jou als de korfbalmama. Dus vertel het me eens, hoe gaat het met de teams? Nou, ik doe alleen groep 8. En ik hoor wel dat andere teams doen het ook aardig goed. Dat ze veel winnen en groep 8, maar zeg maar team 1 die heeft nu 2 keer gewonnen. Oké, ik zie dus je verkleurt al. De spanning komt al weer terug voor die beker, hè? Ja. Want jij wil ook resultaat zien. Ja, maar de kinderen ook. Mooi. De kinderen willen ook. Die zijn echt heel fanatiek. Ze doen echt heel leuk mee. En ja, het gaat gewoon hartstikke leuk. Je stimuleert ze op een fantastische manier. En zo hoort sport bedreven te worden. En ik doe het samen met Jeroen. Dus dat is echt een superteam zijn Jeroen we gewoon. Jeroen hebben we net al even in het zonnetje gezet. Dat zag ik, ja. Ik zag, toen heb je je verstopt. Ja, nee, ik liep daar. Jij liep naar Jeroen. Dat zagen we er niet. Hij heeft succes. Ja, dankjewel. Hè. Gaat het met jullie team? Niet heel goed. Wat is niet goed? Nou, we hebben 0-7 verloren de eerste potje. Ja. En vind je dat erg? Nee. Want je zit hier te kijken en je ogen stralen, dus je maakt er een feestje van. Het belangrijkste is dat je plezier hebt in je leven. Meiden? Hoi. Hoi. Nou, zeg het maar eens, hoe gaat het? Goed. Nou, ik zie jullie zijn goed bezig. Jullie zijn lekker hier bij het watertappunt van Joch. Harderwijk, gaan jullie lekker water drinken, dus dat is verstandig, hè? Ja. Ah, heel mooi, dan kom ik de schrijvende perszege uit Harderwijk en die is scheidsrechter. De schrijvende pers, ja. Gaat dat wel goed? Ja, ik kan wel objectief blijven, hoor. Ik heb geen belang, dus het maakt mij niet uit. De beste moet winnen en als ze maar plezier hebben. Unitas bouwt, het gaat gebeuren hier. Waar wil Unitas aan bouwen? Voor een nieuw clubhuis. Helemaal? Gaat die helemaal plat? Ja, het gaat helemaal weg. En een nieuw veld, hoorde ik. Ja. Een nieuw centercourt. Ja. En geweldig dat je je inzet als jongere voor de club. Je eigen hart naar maken nu om loten te verkopen. Ja, dat is mooi. Geweldig. Ik ga even naar je compagnon. Hoi. Hoi, goedendag. Nou, er staat wel wat te gebeuren. Ja, we gaan eerst voor de nieuwe accommodatie. Dus eerst voor de nieuwe velden, een nieuw clubhuis. En dan gaan we daarna kijken naar een sporthal. We gaan met de gemeente Harderwijk eens kijken. Eens is wakker schudden die politiek. Kijk eens naar deze dag. Hoeveel jongeren er op de been zijn. Korfbal is een breedte sport. En mag hier best wel centen heen, hè? Niet alles hoeft naar het waterfront, hè? Politiek? Ja, nee, ben ik mee eens, maar de gemeente helpt ons al supergoed in ieder geval. Oké, we houden het altijd positief, maar je mag de politiek best wel even kietelen. Wij stemmen voor Unitas. En bouwt u mee, medewiekers? Wij bouwen met z'n allen. Afgesproken? Ja. Jongens en meiden, hoe gaat het met jullie? Goed! Van welke school zijn jullie? Triathlon! Oh, ik hoor het wel, jullie maken er een feestje van en dat vind ik geweldig. Schoolkorfbal moet je vieren. Ja. Maken jullie een feestje? Ja! Goedenavond. Goedenavond. Nou, zeg dat maar eens. Hoe vindt u dit, schoolkorfbal? Ja, fantastisch. Wat een feest, hè? Ja. Het is echt een feest, hoor. Zeg. Ja. En dit weer erbij. Nou, wat willen we nog meer? Nou ja, geniet van deze avond. Met dit zonnetje komt het goed. Ja, denk het wel. Dank u wel voor uw korte woorden. Even terug in de tijd. Dit zijn de kampioenen van een aantal jaar geleden. Jullie zaten op de wegwijzer, hè? Ja. Hey, weet je het nog? Ja, ik weet het zeker nog wel, ja. Wat een feestje was het toen, hè? Ja. Dat draag je je hele leven mee, denk ik. Jullie waren zo'n goed team, zo'n leuk team met z'n allen. Iedereen maar binnen. La 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 la. Het feest kan nu dan echt beginnen.
We waren er weer bij voor Spanaat TV. Samen met mijn cameraman Christian Schaftenaar en ikzelf Frits Spanaat. Ik vond het weer geweldig. We hebben een sfeerimpressie gemaakt van de gezelligheid van het schoolkorfbal. Ja, schoolkorfbal verbindt. En dat vind ik geweldig. Unitas, succes met de verbouwing. Ga je mee, Christian? We gaan naar huis.